Goedemiddag. Voor jullie misschien morgenavond, ik weet het niet. Hallo. Son, yes. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is donderdag. Middag voor mij. Ik ben net terug van werk. Ik ben kapot. Echt kapot. Maar de zon schijnt. Ik dacht, ik maak even van het heugelijk feit gebruik om de vlog te openen. Oh, het is koud hier. De schoonmaakster is net geweest. En ik ben zo'n nerd die dan dus daarna nog dingen gaat doen. Sowieso is zeg maar, staat altijd alles, de stoelen staan op tafel en op de bar en allemaal dat soort gekkigheid. Dus het moet sowieso een soort van mini verbouwinkie. Ik zie alles en dan denk ik, nou ja goed, hè, dan maak ik het even af, want dan gaan we daarna alle doekjes in de was. Anyhow, that nerd is what I am, dus dat ga ik zo even doen. Ik ben vanavond alleen, ik ben morgenavond alleen, met de kids. Dus dat ik nu kapot ben is op zich wel lekker, not. Maar goed, er moest echt iets af en het is wat het is. Het is vandaag Valentijnsdag trouwens. Maar wij zijn dinsdag uit eten geweest samen, heel lekker. 6 gangen, maar er waren ook nog 3 tussengerechtjes, zeg maar buiten de 6 gangen. Dus een amuse en nog 2 andere gerechtjes. Dus uiteindelijk waren het 9 gangen. Dus I'm good for now. Dus, maar dat hebben wij gedaan, een soort combinatie van ons 9 jaar samen zijn en Valentijnsdag, wat we nooit echt vieren. Maar ik heb toch nog een leuk kaartje voor Sven. Maar goed, die is pas laat thuis, dus die leg ik gewoon op zijn kussen neer. Ik ga dus straks de kids ophalen. En vanavond Temptation Island. Yes! Daar ga ik lekker voor zitten. Voor Sven kwam deze doos binnen. Dus ik ben maar zo vriendelijk geweest om even de bloemen in een vaas te zetten. Rode rozen. Dat kwam goed uit, want de rozen die ik van hem had gekregen, die waren net aan het omslaan, dus daar hebben we een nieuwe. Daar heeft er een mooi kaartje bij. En chocola. Dus dat ga ik als bedankje dat ik ze in de vaas heb gezet en hier alleen met de kids ben, ga ik het even proeven. Dat was net alsof totaal mayhem hier, maar goed. Temptation Island is begonnen. Zijn ze. Het ging heel goed. Kids gebadderd, iedereen blij en vrolijk. Ede naar bed, Niels naar bed, maar toen ging Niels een beetje ongehoorzaam doen. Toen maakte hij deze een heel hard geluid. En toen schrok Ede wakker en toen was de chaos compleet. Onder Temptation Island, want er is niet meer op pauze komen. Hoezo? We hebben een nieuwe provider. Maar wacht. Nu ga ik lekker zitten met een chocolaatje, een kopje thee. Nou, dit ga ik maar een proefje wel nemen, denk ik. Ja? Cake. Heel goed, bijna recht. Oh. Aha, ik heb lekker. Nou, voetbalplaatje aan het plakken, hè? Mag ik kijken? Goedemorgen, het is vrijdag. En we zijn een beetje laat opgestart vandaag. Dus rustig om beter. Ede ligt nog te slapen. Zomaar even kijken hoe het daar gaat. Sven is al lang naar zijn werk. Niels zit nu net achter een filmpje waarbij eigenlijk dat het voor plaatjes zit te plakken en ontbeten. Ik heb hem even opgemaakt. Ik heb weer eens deze gebruikt. Chanel La Beige. En heb ik hem wel, anders is hij droog voor mij, heb ik hem wel gecombineerd met Chanel Vita Lumière Aqua. Echt een hele mooie combi. Nog wit. Dus ik had zin in een beetje. Heel vaak doe ik natuurlijk gewoon een BB creametje op. Dat zit er iets meer. Mama komt straks eventjes, maar kort. Want hij heeft vanmiddag een bruiloft. Dus, vrij bruiloft. Een soort van bruiloft. En vanmiddag komt mijn beste vriendjes even borrelen. Dus nee. Ik ga het eens even een beetje aan de boerenkant maken hier. Hij zit op de fiets. Het is echt super lekker weer. Love it. Nou, nu zit er klaar voor de autostoel. Nou, Niels is weer geknipt. Ede ligt lekker te spelen. We zijn in schoolklas. Zijn jullie allemaal klaar voor? Ja, oké. Ik zit op de bank met een maskertje. Dus ik zie heel charmant uit op dit moment. Van deze kant gaat het op. Ik heb net even gesport. En de middag liep een beetje anders dan gepland, want nou, ik zou mijn beste vriendje gaan borrelen en haar kindje. Maar haar kindje was ziek, dus dat ging niet door. Toen een klein drama leidde, want dat kon ik Niels pas vertellen na zijn slaapje, omdat ik het daarvoor nog niet wist.
Dus ik had helemaal gezegd van je moet op tijd naar bed, want zij komen straks. Toen werd hij wakker, toen was hij helemaal enthousiast en toen zei ik, ze komen niet. Maar goed, toen ben ik uiteindelijk met een ander vriendinnetje naar speeltuin gegaan en daar bleken zijn twee beste vriendjes van het kinderdagverblijf zijn. Of een van zijn twee beste vriendjes, of drie beste vriendjes, twee daarvan waren in de speeltuin. En die ziet hij tegenwoordig niet meer zo vaak, omdat die al op school zitten. Dus nou, dat kwam heel goed uit, dus hij heeft daar heerlijk mee gespeeld en ondertussen had ik met een vriendinnetje te kletsen. Dus stop. Sven is nu naar een feestje toe. En ja, ik zit er zo bij. Ik kom net terug van sporten en dan haal ik altijd een op bij Niels te sporten. Ik ga nu in bed leggen en dan ga ik lekker douchen. Warm! Oeh! Nou, inmiddels gedoucht en wel. Even een theetje opdrinken en dan gaan we zo even lunchen. Want Sven is wel toe aan een pootje van bed. Goed zo, Jochie. En dan is het wel gezellig, gewoon even met z'n allen. Even één en zo wakker maken, want die slappe geld in de dag. Dan zit je met een tafel, totale chaos hier. Al een spullen van waarde, die gaat deze kant. En één is het lekker van boven eten. Van ons komt het zo. Ik heb vegan kroketten. Zullen we één en nul alles eten? We helpen bij de lokale speeltuin om alles zomer klaar te maken. Want we zijn Niels aan het spelen. Niels, heb jij voor mij van bloemetjes misschien de tulp? Nee. Oh, ik hou weer niet. Oh, kijk eens. Tulp? Jij bent. Hey, je moet eerst vragen. Heb je voor mij van thee? Nee. Thee. Kijk, pakken. Ah, toch wel. Toch wel. Heb jij misschien voor mij van de maan en de sterren misschien... Het eten er even gezellig bij, hè? Niels. Niels, heb jij voor mij soms de zon? De zon heb ik niet meer. Oh. Hé, hey, ik moet nog... Aha. Heb jij van mij soms de paard? Het paard, ja. Het. Oké. Okay. En ik had straks op mijn fiets en op het kleedje de rat. Stiek. Wie zit er klaar voor? Wie is de mol? Gratio, eruit komt er nog meer olijfjes aan. Laten we beginnen. Goedemorgen, het is zondag. Ik ga ondertussen even het bed afhalen. Op de deur doen. Het was een enerverende nacht. Nee, Eden is ziek. Eigenlijk gisteren ook al. Alleen dat ze vrolijk is, ja, denk je van nou ja, het zal. Maar ze heeft eigenlijk gisteren bijna niet gegeten en gedronken. En alles er ook weer uitgegooid. Dat is heel zielig. Wat resulteert in, bijna helemaal lege luiers. De laatste twee van gisteren waren sowieso helemaal leeg. Dus ze heeft gisteren eigenlijk minstens een halve dag niet geplast. Nou, dat staat dan bij dat je van de huisarts moet bellen. Maar dat dacht om 11 uur toen ze toch ook wel heel benauwd klonk en zo. Dan denk je, ja jeetje, moet ik nu gaan doen. Weekend post. En dat is altijd zo lastig van, ja, ze was nog wel zeg maar... vrolijk, dus dan denk je ja, dat is ook een graadmeter. Ze was niet intens verdrietig of zo. Ze had 39 graden, dus ook koorts, maar niet dat je denkt hoe schroederhoef. We hebben er wel hier gelegd, want ik zei, ik vind dat met dat benauwdheid vind ik het gewoon niet fijn. Nou, uiteindelijk was het ook goed, want ze was echt 625 keer wakker. Maar ik dacht van, ik vind het dan wel fijn, om, dan kan ik het gewoon goed horen. Je slaapt met één oog open. Nu, dan kan ze nog steeds lachen. Ze is nu een fles aan het drinken.
gisteravond ook zeg maar, de laatste voeding. Nou, ze wilde het gewoon niet eens. Toen dachten we dan maar water. En toen kwam er zo. Wow. Dus, niet zo goed met tante Beppie. Maar goed, wat ik zeg, ze is er niet minder vrolijk om. Ze is wel iets minder kwiek dan normaal. Maar niet, ze is hoe zeg je dat? Ze is niet alert, zeg maar. Dus ja, nou ja, goed. Ik zei van, even kijken hoe deze fles gaat. Als deze fles, ze is hem nu aan het drinken. Maar als hij er weer uitkomt, want ze had ze vannacht ook bijna niet gepast. Als hij er weer uitkomt, ga ik sowieso bellen. Misschien dat ik überhaupt gewoon even ga bellen naar huis als ik post. Dus, hallo. Waarom moet je de deur dichtgaan? Omdat ik even aan het praten was en ik kon het niet zo goed verstaan. Nou, nu ben ik een echte Batman. Ben je nu een echte Batman? Oh, je hebt je masker. Ja, die heb ik gevonden. Oké. Die was echt van mij. Oké. Nou, ze gaan straks naar mijn ouders. Maar goed, die wonen vlakbij. Dus als het niet goed gaat, dan zijn we ook zo. En kijk, dat is wel gewoon vertrouwd voor haar. Ik zou er nooit mee nemen, nu haar verjaardag of zo. Maar goed, dit is gewoon rustig bij mijn ouders. Ik denk dat verder prima is. Dat is ook alleen maar overdag. Kijk, nu ben ik een echte. Wow, nu ben je echt Batman. Ja. Ja, we zijn uiteindelijk. Schokje weet het. Ze had weer niet geplast. Ze heeft uiteindelijk toch even de huisartsenpost gebeld. En die zei het is toch wel goed om even langs te komen. Want nou ja, als je zo jong bent en je hebt al meer dan 12 uur geen plasluiers, dan is dat niet zo goed. In combinatie met alle andere, dat niet op de rotzooi, dat ga ik zo opruimen. In combinatie met alle andere symptomen die we hadden benoemd. Maar goed, dus wij daarheen. Ik had eindeloos in de wachtkamer. Dan waren wij nog als, eigenlijk als eerste aan de beurt. Als tweede. Maar en de rest was zat er eerder en was dus later aan de beurt. Dus nu hadden wij nog geluk. Maar goed, we hebben echt bijna een half uur gezeten in de wachtkamer. Dus Ellen was er ook redelijk klaar mee. Nou goed, Niels vond het allemaal prima. Maar goed, lang verhaal kort. Dat is niet gelukt. Lang verhaal kort is dat dat ze oké is. Ze heeft gewoon een virus te pakken. Moet het wel in de gaten houden. En elk uur water aanbieden. Met ORS. Nou, dat laatste ben ik nog even over na te denken. Want ze heeft vanmorgen een fles gedronken. En die zit er tot nu toe. Is hij redelijk ingebleven. Dus ik wil het nog heel even afwachten, want als die erin blijft, dan misschien dat dan de 12 uur fles er ook in gaat. En dan zo eventjes kijken. Oké, opruimen. Trouwens, een van mijn meest geniale ideeën van de afgelopen tijd. Ik heb een winkeltje gemaakt van de Duplo. Kijk, we hebben zeg maar van die standaard dingen zoals zo'n huisje of zo. Maar winkeltje hadden we niet. Maar ik heb het gecreëerd. En hij speelt dus net aan. Dit is het winkelwagentje. Nou, dan kom je zeg maar de winkel binnen. En dan heb je hier de kassa. En je hebt hier een laadje waar hij dan zogenaamde briefjes in moet doen. Van de, en hier zitten dan pakketjes, kan je hier ophalen. En dan brood. Ja, hier zit dan ergens een van de. Oh ja, hier heb ik dan blokjes ook weer in zitten. Zie je dat? Nee, ik weet niet zien. Nou goed, daar zit in ieder geval een blokje met druiven en besjes en dat weet ik allemaal. Nou. Ik vond het persoonlijk een heel hilarisch idee dat ik dat had gemaakt. Maar hij speelt er graag mee, dus dat is fijn. Hij moet ook overigens zelf opruimen hoor. Maar nu hadden we er vanmorgen echt even geen tijd voor, omdat we natuurlijk uiteindelijk nog naar die huisartsenpost moesten. Ik heb mijn zonnebril op en ik ga lekker even op het terras een drankje doen in de zon. Dat lijkt me een fantastisch plan. En ik had een plasluier, dus iedereen is gelukkig. Tijd voor een drankje in de zon met een tijdschriftje. En ik zou ook nog even bellen met mijn vriendinnetje die in Londen woont. Of eigenlijk facetimen. Maar ze nam net niet op, dus ik dacht dan ga ik het gewoon zonder face doen. Maar wel gewoon op het terras. Dat kan toch ook. Lekker in de zon. Ik ga even mijn nagels lakken. Ik heb ze net al eventjes een beetje korter geknipt en vervolgens geveld met een glasvel. En dan ga ik nu eerst eventjes een
een beetje zo'n verzorging op doen. Million Nails van Essie. En als dat droog is, ga ik met deze van Chanel op zich. En klaar. Sven gaat even nog. Ik heb gisteren mijn fiets gerepareerd, maar. Of tenminste, een zadel vervangen, een lampje, een bel. Alleen. Ze had me op een gegeven moment even geholpen, maar toen stond mijn zadel toch iets hoger dan de bedoeling was. Dus. Dan kan ik niet meer met mijn voet bij de grond. Dat vind ik gewoon niet zo handig met een kind op de fiets. Dus Sven gaat hem nu even iets lager zetten voor me. En het zadel had ik denk ik toch iets te ver naar voren gekant of zo. Dus dat gaat hij ook nog even naar kijken. Maar goed, anyhow. Ik lak het dus eerst even met een dun laagje als basis. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik een kleurtje gebruik. En dan ga ik daarna zo meteen deze doen. Dit is Organdi 504 van Chanel. Ik vind vooral de kleur super mooi. Ik moet zeggen dat ik van een Chanel lakje qua zeg maar, kwaliteit en houdbaarheid iets meer had verwacht. Maar ik vind de kleur echt super mooi, dus ik draag hem wel graag. En dan gaan we straks de kit ophalen. Ja, en nog even oud papier wegbrengen. Want dat stond nog achter in de auto, dus dat gaan we dan zo eventjes meteen doen. Het zo tot ook. Dat is goed, door met de nagels. Cool chicken van Newborn Fit Mama. Vind ik echt een super lekker recept. En gezond. Dus twee vliegen in één klap. Nou, ik ga hem even testen. Dat is goed, door met de nagels. Nou, ze is niet kwik. Gaat even kleine opnemen. Maar over het algemeen is het geen pret vandaag. Uitermate vriendelijk. Dat wel. Ging je nou terugrollen trouwens? Hebben wij dat nou op beeld? Ging je terug? Heel goed. Ze ging terugrollen. Dit heeft ze echt al heel lang niet gedaan. Dat heeft ze ooit gedaan. En nu ineens deed het zomaar. Heen en terug. Ze kan altijd naar de buik rollen, maar daarna stapt ze nu eens terug. Maar nu ging ze in één keer. Hop. Heel goed. Nee, ze is niet. Ze is lang niet fit. Ze is warm. Ik heb geen broekje aan. En ook alleen een slaapzakje en een lakentje. Geen dekentje. Maar ze heeft net. Hooguit 20 cc gedronken. Maar ze had net wel een bloedkruier, dus dat is wel goed. Zo te zien is dus even een kleine opleving. Met een stukje agressie. Kijk, ze gaat altijd weggooien, dan wil ze er naartoe. Ik ben heel benieuwd of ze nog een keer gaat omrollen. Ik heb net mijn make-up afgehaald. Ik heb een vitamine die ik onder mijn tong moet laten spelen. Maar hij is al groot. Het duurt wel heel lang. Nou, het is vitamine B12, daar heb ik een tekort aan. Mijn praat een beetje lastig. Merk ik nu. Ik had nog eens nog niet gestopt met filmen. Of Eden had al over zich heen gespuugd over mij heen. Maar goed, ze is in ieder geval wat voor de melk op en ben ik wel heel blij om. We gaan het toch in de eigen bedje proberen vannacht, maar dan met de babyfoon naast ons. Wij wonen gelijkvloers, dus in principe hoor je echt alles wel. Maar het is op zich ook wel een goed geïsoleerd huis, dus kijk, dit hoor je echt wel. Maar toch fijn. Ik vind het toch fijn om die babyfoon naast het bed te hebben staan. Maar ons bedje, of het wiegje zeg maar, naast ons bedje is eigenlijk te krap geworden. Dus we lag eerst echt een beetje het, tegen die randen aan van waar is mijn ruimte. Dus dat probeer het gewoon even zo. Als het uiteindelijk toch blijkt dat ze het fijner vindt bij ons, dan komt ze gewoon wel op onze kamer. Maar nou, ze is verdrietig. Heel zielig. Sven zit bij haar trouwens, mocht je afvragen. Want dat wil soms ook nog wel helpen. Ik ben een tijdje bij de geweest, maar het hielp niet. En ik ga nu de luismoeder kijken.
1000 appjes gehad. Nou, niet 1000, maar ik heb heel veel appjes gehad. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Morgen, het is maandag. En Helen is nog ziek. Ze heeft gisteravond om 7 uur een fles gehad. Nu is ze helemaal opgedronken. Maar om 11 uur kwam alles en meer er weer uit. Dus heel zielig. En om 11 uur wilde ze uiteraard vervolgens niks meer drinken. Dus, nou ja. Ze had nog weinig geplast vanmorgen. Dus, she is not there yet. Hele oie wangetjes. Ze is gewoon niet zo blij. Dus, nou ja. Die heeft wel tijd nodig om te herstellen. Ik ben bij haar vandaag. Maar goed, ze zal wel veel slapen. Ik heb net even gesport. En ik heb denk ik een beetje ontstoken oog. Ik doe even geen mascara op. Dus ik heb mijn wenkbrauw gedaan een beetje. Hoe heet het? Vloeibare blush. Hoe heet het ook weer? Cream blush. Cream blush op en een beetje concealer. Vandaag veel me niet van zin. Want ja, het gaat niet zoveel gebeuren behalve voor één in zorgen en voor mezelf zorgen. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. En volgens mij komt er... Nee, volgens mij is het afgelopen woensdag. Is volgens mij de half jaar update van Enig geweest. Is iets meer dan een half jaar. Dus mocht je dat leuk vinden, gewoon waarin ik wat meer vertel over haar en haar ontwikkeling. En ook over mij en de aanstaande operatie van mij. Laat het dan vooral, of ga dan vooral eventjes kijken. Hij zal hier wel, denk ik, als meest recente upload aan het eind van het schermpje komen. Aan het eind van het filmpje op het schermpje komen. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En mocht je het leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. Daar maak je mij heel blij mee. En ja, tot volgende week. Doeg!